Nou, de film is natuurlijk een uitvergroting van de werkelijkheid, maar het is een meer extreme voorstelling van hetgeen wat wij wel meemaken. En dus het komt voor dat wij hulp brengen daar waar mensen echt hulp nodig hebben, maar dat tegelijkertijd ook de machthebbers daarvan profiteren. Overal daar waar wij werken als humanitaire organisatie, het karakter daarvan is dat er een enorm politiek probleem is en dat het politiek onoplosbaar is eigenlijk. En dus kan je wel hopen dat er een politieke oplossing komt, maar dat is eigenlijk de kern van het probleem. En dus in dat soort omstandigheden zullen er altijd mensen zijn die proberen te profiteren van jouw aanwezigheid als humanitaire organisatie. En dat lukt ze ook omdat zij goed georganiseerd zijn, vaak omdat ze wapens hebben, omdat ze heel erg gemotiveerd zijn. En omdat ze geen enkel middel schuwen om die oorlog of dat conflict of wat dan ook te winnen. Dat betekent voor ons als humanitaire organisatie dat we altijd veren zullen moeten laten om goede dingen te kunnen doen voor de mensen die het echt daadwerkelijk nodig hebben. En het punt voor Artsen zonder Grenzen is, en voor de organisaties van onze snit, is dat we zoveel mogelijk trachten om het misbruik te minimaliseren en het goede gebruik te maximaliseren. Wij doen dat door eigenlijk zoveel mogelijk zorg te dragen voor het feit dat wij zelf aanwezig zijn als de hulp wordt geboden. Dus we besteden dat niet uit, zodat alle problemen die we tegenkomen, dat we die zelf kennen en zelf weten. En dat we daar besluit over kunnen nemen. Dus als we in zulke omstandigheden terechtkomen als in de film, dat we op een bepaald moment kunnen zeggen, luister eens, dit is van de gekken, dat gaan we niet meer doen. En als je dat, die hulp uitbesteedt en namelijk door andere mensen laat doen, maar niet je eigen mensen daarvoor laat optreden, dan is de kans groot dat je daar geen idee van hebt wat er nou daadwerkelijk met jouw hulp gebeurt. Hey, this is about Bentuma. Daar waar dingen vertellen over de situatie waar je op dat moment in verkeert kan leiden tot het stopzetten van de hulp die je aan het geven bent, daar ben je voorzichtig over de dingen die je vertelt. Dus bijvoorbeeld een voorbeeld in het verleden is geweest, Darfur, daar zijn dingen voor gevallen waar we gewoon op een omzichtige manier over willen praten en een voorzichtige manier dat willen presenteren. Want de consequentie zou kunnen zijn dat als we daar heel erg hard over praten, dat we dan het land uitgegooid worden. En dat is daadwerkelijk gebeurd. We hebben een rapport uitgebracht over seksueel geweld in Darfur. En een aantal jaar later heeft dat geleid tot het Artsen zonder Grenzen is uit Noord-Soedan gegooid.